Welkom! In deze video gaan we beginnen aan hoofdstuk 11 over reactiemechanismen. Wat is dat nou eigenlijk? Ik vind het zelf een heel leuk onderwerp. Het is een beetje leuk puzzelen en het begrijpen van waarom bepaalde moleculen reageren met andere moleculen. En precies op die bepaalde manier. Waarom worden bepaalde bindingen gevormd en niet andere stoffen? Eerst even in het algemeen, reactiemechanismen. Dan gaan we eens verder kijken naar een reactie. Wat dieper ernaar kijken en dan blijkt het zo te zijn dat heel veel reacties niet zomaar bam ineens plaatsvinden, maar dat het in kleine stapjes allemaal plaatsvindt. Soms is dat 2 stappen, soms 3 stappen en soms wel vaker, nog meer. En zo'n reactiemechanisme beschrijft precies stap voor stap wat er gebeurt waardoor die moleculen uiteindelijk tot het eindproduct vormen. Dus dan gaan we kijken hoe de elektronen bewegen, want dat blijkt het vooral te zijn. De reden waarom stoffen andere stof gaan vormen is dat omdat die elektronen die aan de buitenkant van het atoom zitten, die gaan bewegen en die vallen aan op andere atomen, gaan nieuwe atoombindingen aan, oude atoombindingen worden verbroken en zomaar verder. Waarom is het nou heel interessant voor scheikundigen om hiernaar te kijken? Het verklaart bijvoorbeeld waarom er bepaalde nevenproducten ontstaan. Dus jij verwacht bij een bepaalde reactie dat er een propaan ontstaat en ontstaat ineens ook butaan. Hoe kan dat dan? Hoe komt dat nou ineens? Dat kan je vaak verklaren door het reactiemechanisme. Kijken naar tussenproducten die ontstaan. Als je begrijpt hoe een reactiemechanisme werkt, kan je ook bijvoorbeeld voor zorgen dat jij meer eindproduct kan produceren. Omdat je precies weet hoe het plaatsvindt, kan je ook de omstandigheden optimaliseren voor die reactie. En dan heb je bijvoorbeeld over de reactiesnelheid. Wat blijkt nou het geval te zijn? Stel dat zo'n reactie via 3 stappen plaatsvindt. Dan is het zo dat de stap die het langzaamst is, die bepaalt de reactiesnelheid van de complete reactie. Kan je heel simpel voorstellen met een trechtermodel. Stel we hebben een hele brede trechter, dat is stap 1 en dat betekent een hele snelle reactie. En als je daar iets instort, dan stort het hop bijna snel rechtdoor naar beneden. Maar stel dat die tweede reactie nou langzaam is, een smalle trechter, dan komt al die vloeistof van stap 1 komt in die smalle trechter en daar hoopt zich dat dan op. Dus hier loopt het steeds voller die trechter en dat stroomt er maar langzaam uit. Als stap 3 nou weer een hele snelle reactie is, een hele brede trechter, ja, dan gaat dat als een molle, want alles wat gevormd wordt valt meteen direct door, bam, door die trechter. Die heeft niet eens zin meer. Dus dan zie je dat de langzaamste stap, bij dit voorbeeld zie je dat de langzaamste stap dus de boel ophoudt. Dat betekent dat als je als scheikundige weet wat er gebeurt bij die langzaamste reactie, dat jij daarop moet ingrijpen. Je moet zorgen dat dat sneller gaat. Wat daar plaatsvindt, dat is het probleem. Dat kan je bijvoorbeeld ook zien bij zo'n ENG-diagram. Dan kan je heel makkelijk het afleiden wat de snelst bepalende stap is. Dat is iets wat nog wel eens vaker wordt laten zien. Dan zie je de activeringsenergie van stap 1, een hele hoge bult. En de activeringsenergie van stap 2 is heel laag. Dus dat betekent dat stap 1 is de snelheidsbepalende stap. Die bepaalt het allemaal. Hele hoge drempel ermee. Als je daar helemaal is, gaat de bank snel verder. Goed, kijken volgend jaar nog een keer naar dit soort dingen. Wij gaan kijken naar 2 typen reactiemechanismen. We beginnen allereerst deze les en ook de volgende les met de polaire reacties. En polaire reacties, het kenmerk daarvan is dat elektronenparen zich verplaatsen. Ze gaan altijd in een paardje zich verplaatsen en daardoor vindt de reactie plaats. De meeste organische reacties, dus koolwaterstofreacties, vinden plaats volgens dit reactiemechanisme van de polaire reacties. En dan, als we dat hebben gedaan, gaan we nog kijken naar de radicaalreacties. En dan zijn we klaar met hoofdstuk 11. Polaire reacties. Wat je allereerst even goed moet begrijpen, is wat die gekke pijltjes hier betekenen. Want wij gaan namelijk voortaan, als ik een reactiemechanisme plaats, dan gaan wij met pijltjes aangeven hoe elektronenparen zich verplaatsen. Elektronenparen geven altijd via bij de Lewis structuren met streepjes. Je ziet ook in deze voorbeelden, die ik straks even ga uitleggen, dat ik ook de ongebonden elektronenparen weergeef. Die blijken heel belangrijk te zijn bij die reactiemechanismen. Want heel vaak zijn ongebonden elektronenparen daarbij betrokken. Die vallen soms aan op een andere atoom. En met zo'n pijltje geven we dus aan hoe een streepje een elektronenpaar zich verplaatst. Maar wat bedoelen we nou met een pijltje dat zo gaat en daar ook? Even dat allereerst af. De basis. Oké, ik heb dit ding, HCl, en ik heb een pijltje vanaf die atoombinding en dat pijltje gaat naar de Cl. Daar bedoelen wij het volgende mee. Daar bedoelen wij mee dat deze atoombinding, dat die naar het chloratoom toe gaat. En die gaat daar anders op zitten als een ongebonden elektronenpaar, want hij gaat volledig op de Cl zitten. Dus wat ik eruit krijg, is een Cl
met niet drie ongewonde elektronenparen, maar nog eentje, want die gaat op hem zitten. En wat ik overhoud, is dus ook nog een haakje zonder elektronenparen. Heeft niks meer om zich heen. Nou, dan zie je al, je moet even kijken naar de formele lading. Wordt ook altijd gesteld bij de opgave. Dan zie je hier dat hier 2, 4, 6, 8 elektronen heeft hij om zich heen. Het chloratoompje. Hij moet er 7 hebben om neutraal te zijn. 1 te veel, dus hij heeft een minlading. Dan weten we ook direct dat de H een pluslading heeft. Want lading voor en na de pijl moet natuurlijk gelijk zijn. Is ook logisch, want de H heeft dus geen elektronen om zich heen. Hij heeft er normaal gesproken eentje om neutraal te zijn. Nu 1 te weinig, is die plus. En je zult zien dat we heel vaak bij reactiemechanismes de plusjes tussen stoffen nog wel eens weglaten. Dan zijn we niet meer zo streng op dan. Dus dan weet je dat al, dat ik dat ook heel vaak weglaat. Goed, nog even een voorbeeldje van die pijlen. Nog twee, nog één andere pijl. Ik heb hier een leuke stof met een carbonzuurgroep en een OH-min. Zo noem ik dat dan. Die OH-min valt aan op dat haartje hier. Dat aanvallen bedoel ik altijd mee dat dit elektronenpaar die gaat naar die H toe. En dat is eigenlijk een soort van aanval. Hij wil hem vast gaan pakken. Maar dat is een beetje taalgebruik wat erbij hoort. Wij moeten vooral begrijpen wat die pijl betekent. Nou, er gaat dus een pijl vanaf dit elektronenpaar naar die H. Daar bedoel ik mee dat niet dat volledige elektronenpaar van die O overspringt naar die H. Maar dat hij er tussenin gaat zitten. Dus eventjes wat chemici daarmee bedoelen. Dus dit bedoel ik. Ik haal het even weg. Hop, hop, hop. Wordt een beetje een lange binding, maar oké. Deze gaat er dus bam zo tussen zitten. Die minlading verandert dus ook, daar moeten we zo even naar kijken ook nog. Dan heb ik nog een pijltje van die atoombinding naar die O toe. En daar bedoel ik dus mee dat deze, dit elektronenpaar, als een ongebonden elektronenpaar op die O gaat zitten. En dit is dus wat dit oplevert. Ik zal die H eventjes een korte binding geven, dan zien we het allemaal wat duidelijker. Hoppatee. Dit is wat er is gebeurd. Nou, als we even kijken naar de lading nog. Een O met 3 ongebonden elektronenparen zul je straks heel snel al weten. En misschien weet je inmiddels al, heeft altijd een minlading. 7 elektronen om zich heen, had er 6 moeten hebben. Dus 1-1 minlading. Deze O heeft 6 elektronen om zich heen, dus die is gewoon neutraal. Want hij had ook 6 moeten hebben om neutraal te zijn. Nou, en dit is dan wat het oplevert. Voordat ik verder ga met even een paar concrete voorbeelden van wat voor opgaven jullie moeten gaan maken hierbij. Want dit was alleen maar even te laten zien hoe die pijlen werken. Eventjes nog iets van waarom eigenlijk die moleculen met elkaar reageren hier. Waarom ging die OH-min hier nou aanvallen op die H? Dat heeft allemaal te maken met het volgende principe. En dit is dus waar de meeste reacties in de organische chemie, in de koolstofchemie op gebaseerd zijn. Op het feit dat er binnen zo'n molecuul vaak een nucleofiel deel aan te wijzen is. En er met een andere molecuul een elektrofiel deel. Soms is er ook binnen een molecuul een nucleofiel en een elektrofiel deel. Nou, wat houdt dat nou in? Een nucleofiel, het woord zegt het al. Nucleus betekent kern en fiel is houden van, net als pedofiel. En dit is dus het houden van kernen, betekent dit. Nou, een kern, in een kern zitten alleen maar protonen. Kernen zijn altijd positief geladen. En daaromheen elektronen die negatief geladen zijn, die het neutraal maken dat ook. Maar een deeltje wat aanvalt op een positief geladen, of een positief geladen deeltje staat hier eigenlijk, dat is natuurlijk een negatief iets. Want min en plus trekt elkaar aan. Dus een nucleofiel, dat is een deeltje met te veel elektronen. Die daardoor een negatieve lading heeft. Het kan een echte min zijn, het kan een partiële lading zijn, een delta min. En het kan ook een dubbele binding zijn, want ook dubbele bindingen zijn nucleofiel. En dat, die reden is wel te begrijpen misschien. Zo'n dubbele binding betekent dat er 4 elektronen zitten op een kleine ruimte tussen 2 C-atomen. En daar zitten zoveel elektronen, die stoten elkaar natuurlijk een beetje af. Want het zijn allemaal negatief geladen deeltjes op een kleine ruimte. En daarom willen die ook heel snel zo'n dubbele binding openspringen en gaat die snel reacties geven. Zoals additiereacties, die we vorige periode hebben gezien. Nou, ik ga zo even een paar voorbeelden van nucleofielen laten zien. Ik heb ze hier ook verwoord. Ik zou nog een paar andere voorbeelden even van. Dan het elektrofiel. Waar valt hij dus op aan? Nou, een nucleofiel heeft negatieve lading, valt dus aan op een positief geladen iets. En dat noemen we dan elektrofiel. Een elektrofiel is iemand die houdt van elektronen. Die houdt van negatieve lading, dus zelf is hij positief. Dus dan hebben we het over iets met een elektronentekort. Iets met een delta plus bijvoorbeeld, of een echte formele lading plus. Nou, even een paar voorbeeldjes. Je hoeft dit trouwens, vergeet ik even te zeggen. Dat begrip nucleofiel en elektrofiel moet je wel kennen. Er kan een vraag over komen dat we even vragen een keer van, wijs nou eens aan dit molecuul. Wat is het nucleofiele deel, wat is het elektrofiele deel?
daar houden we het wel een beetje beperkt om wel tussen. Dan is het wel handig om dat een beetje voor ogen te hebben. Wat zijn nou nucleofiele dingen? Dus die negatief geladen zijn en dus aanvallen op elektrofielen. Nou, bijvoorbeeld als er dus een negatieve lading ergens op zit, maar ook ongebonden elektronenparen in het algemeen op een stikstofatoom en een zuurstofatoom, die zijn heel snel geneigd om aan te vallen op een positief geladen iets, op een elektrofiel. Dus ongebonden elektronenparen op een stikstof of een zuurstofatoompje, en die zijn dan eigenlijk ook altijd wel delta min of een echte formele lading min. Dus dat zijn ook N'tjes die aan een H'tje vastzitten of een O'tje die aan een H vastzitten. En dus ook dubbele bindingen, die moet je echt weten, dubbele bindingen, ze hebben de neiging om snel één van die twee elektronenparen tussen die C zitten, om daar één van die twee, hop, eruit te gooien en aan te vallen op een ander atoompje. En daar een binding dus mee aan te gaan, bedoel ik daarmee, met dat aanvallen. Nou, elektrofielen, dat zijn dus atomen binnen een molecuul die een beetje positief geladen zijn, zoals bijvoorbeeld in dit geval die delta plus hier zo, van een HDO plus deeltje. Wordt snel op aangevallen, zijn positief geladen, trek iets negatiefs aan. Maar als je bijvoorbeeld een polaire atoombinding hebt als CCl, dan is de C delta plus, nou, dan wordt daar snel op aangevallen. Dit is de hele maffe. Gaan we volgende video even naar kijken. Dit is een zogenaamd carbocation. Deze voldoet niet aan aan de octetregels, zoals je ziet. Hij heeft maar 6 elektronen misschien. Hij zou er 8 moeten hebben. Dit is in een tussenproduct, ontstaat hij nog wel eens. En is het een heel instabiel deeltje, maar hij kan even tijdelijk ontstaan en verklaart wel waarom er vervolgens een reactie verder gaat. Super instabiel, plus lading, wordt snel op aangevallen door iets met te veel elektronen. Nog een voorbeeld, HBR's ook weer een polaire atoombinding, de H's delta plus, daar wordt er snel op aangevallen. Nou, zo'n beetje voor het globale idee. Waar gaan wij ons vooral mee bezighouden? Met dit soort vragen. En bij dit soort vragen staat altijd deze tekst bij. De opdracht luidt namelijk altijd als volgt. Noteer bij de onderstaande reactiemechanismes alle stoffen met hun Lewis structuur. Dus dat betekent ongebonden elektronenparen, overal octetjes maken. Het is niet dat je elektronenparen moet gaan tellen en hoe ingewikkeld wordt. Nee, gewoon ongebonden elektronenparen erbij zetten. Het zijn namelijk allemaal koolwaterstoffen, hoef je niet over na te denken verder. En geef de formele lading weer. Dat is belangrijk. En daarna, en dat is natuurlijk hetgene wat nieuw is dan, geef met pijlen aan hoe de elektronenparen zich verplaatsen. En die tweede stap kan je alleen maar doen als jij eerst die Lewis-structuur hebt getekend, zul je zien. Want dan kan je namelijk een puzzeltje maken om te ontdekken wat er gebeurt. Nou, voorbeeld, je krijgt gewoon zinnetjes van een reactie en die moet je noteren en dan de opdracht doen. Maar heel vaak wat je krijgt is vooral dit idee van vraag 2. Vraag 1 is meer een soort inkomentje om mee te beginnen. Vraag 2 zie je gewoon een soort van incompleet reactiemechanisme waar je zelf moet gaan aanvullen met ongebonden elektronenparen, formele ladingen en elektronenparen. Nou, beginnen we opgave 1. We hebben een zuurbasisreactie van waterstofbroeide met water, waarbij HBO plus en BA-min ontstaan. Heb ik alvast genoteerd, HBR met water moet de Lewis structuur, dus ook de structuurformule tekenen. Wordt HBO plus, die ziet er zo uit, een O met 3 haartjes eraan en een bromidion. De lading heb ik nog even niet bijgezet. Het eerste, dat gaan we nu doen. Het eerste wat ik doe is ongebonden elektronenparen. H heeft geen octetje, 1 streepje in de buurt is genoeg. PR wel een octetje, dus die moet nog 3 ongebonden elektronenparen hebben. De haartjes zijn oké. Het O'tje heeft 2 elektronenparen om zich heen, moeten dus nog 2 ongebonden elektronenparen ook nog hebben. Ik heb hem hier heel netjes met een tetraedische omringing getekend. Die haartjes naar beneden hoeft niet per se hoor. Dan HDO plus, ja, die O heeft nog een ongebonden elektronenpaar, dan heeft hij een octetje om zich heen. Gaan we kijken naar die lading. Hij moet namelijk plus zijn. Maar waar zit die plus dan? Nou, die haartjes zijn gewoon neutraal. Maar die O die heeft 2, 3, 4, 5 elektronen om zich heen. Hij zou er 6 moeten hebben. 1 te weinig. Dus daar zit die plus lading. En dat wist ook al dat er een lading daar moest zitten. Want die covalentie van die O die klopt niet. Dus heeft hij een lading. Dan brom. Het losse bromidion. Moet 8 elektronen om zich heen hebben, dus gewoon 4 ongebonden elektronenparen. En heeft daardoor een minlading, want hij heeft 8 elektronen en hij zou er 7 moeten hebben om neutraal te zijn. Nou, dan gaan we nu naar de pijlen kijken. Hoe ga je dat dan aanpakken? Je gaat voor de pijl vergelijken met na de pijl. En dan vooral letten ook op die ongebonden elektronenparen. Je kan het helemaal uittekenen met nucleofiel, elektrofiel, maar dan wordt het veel te ingewikkeld, dat is niet nodig. Wat valt mij nou bijvoorbeeld op? Nou, ik zie natuurlijk dat H2O heeft maar 2 haartjes. Hij heeft na de pijl 3 haartjes gekregen. Dus dit haartje is aan die O vast gaan zitten.
Maar wie is er nou begonnen met die reactie? Wie heeft waar aangevallen? En vooral welk elektronenpaar is dat nou eigenlijk? Die binding naar die haar toe, laten we zeggen dat deze nieuw bij is gekomen. Dit elektronenpaar, waar komt die vandaan? Is dat dit elektronenpaar tussen de H en de WR? Of is deze binding hier zo het elektronenpaar wat bijvoorbeeld op die O zit hier? Dat kan je vrij simpel zien. Want deze O heeft twee ongebonden elektronenpaar. Na de pijl heeft hij nog maar één ongebonden elektronenpaar. Dat betekent dus, hij is één ongebonden elektronenpaar kwijtgeraakt. Dus die is degene die tussen die haten is gaan zitten. Dat kan niet anders. En zo puzzel je hem dus heel simpel uit. En dat komt omdat die O is nucleofiel. En die wil dus gaan aanvallen op deze H. Je mag ook lekker zo'n gekonkelde lijn doen. En deze binding gaat dus tussen de O en de H zitten. En dat tekenen we gewoon door een pijltje te beginnen bij deze en naar die H toe. Je gaat altijd beginnen vanuit een elektronenpaar, de pijl. Want je geeft de beweging van het elektronenpaar weer. De meest gemaakte fout is dat mensen vanuit een atoom een pijltje gaan tekenen. Dus dat die hier begint de pijl van de H naar de O toe. Alsof het H-atoom beweegt. Maar dat is niet het geval. Elektronen kunnen bewegen. Die zitten aan de buitenkant van een atoom. Atomen zelf, de kern van een atoom, zo'n haartje beweegt niet. Dat is veel te log. Elektronenpaar. Nou, dus dat is dat. Als ik dat alleen maar teken, dan zou het één geheel worden. Want die O zit aan die H vast. Die H weer aan die BR. Maar dat is niet het geval. Die BR is helemaal losgekomen. Dus dit elektronenpaar is ook gaan bewegen. Want die HBR moeten losgekomen van elkaar. Als we even kijken, deze BR heeft 1, 2, 3 ongebonden elektronenparen. Hier heeft hij er 4, dus hij heeft er eentje bijgekregen. Dat moet dan deze zijn, want die elektronenparen gaan niet enorme stappen maken. Het is niet dat deze eerst helemaal overspringt naar de BR en dan deze tussen gaat zitten. Dat is veel te lastig. Deze springt dan, hoppatee, hier naartoe. En dit is wat er hier zo gebeurt. En hier hebben we de pijlen weergegeven en het klopt helemaal. Die bindt de H en deze gaat op BR zitten, dus de BR komt los en de H zit nu vast aan, aan die O hier. Bam! Nou, dan even naar vraag 2. Dit is dus waar we vooral naartoe gaan werken en al een beetje langzaam gaan oefenen. Een reactiemechanisme wat incompleet is en wij moeten gaan aanvullen. Eerste ongebonden elektronenpaar. Nou, deze O moet een octet hebben, dus nog 2 ongebonden elektronenpaar. Deze ook nog 2. De C'tjes kloppen, hebben allemaal 4 elektronenparen om zich heen. Deze C heeft natuurlijk maar 1 binding hier, maar het bindt nog 3 haartjes, dus klopt ook in dat octet. Deze hoef je ook niet uit te tekenen, gewoon lekker simpel, een beetje overzichtelijk houden zo. Dan deze OH, ja, die moet die O een octetje vormen, dus is dit hoe die eruit ziet. En dan heeft hij dus een minlading, want 3 ongebonden elektronenparen op zijn O en nog een binding is altijd een minlading. Dan gaan we naar deze, die weet ik gewoon uit mijn hoofd, is makkelijk. Deze O is hetzelfde verhaal, 3 ongebonden elektronenparen, dus die zal een minlading hebben. Deze O heeft ook nog 2 ongebonden elektronenparen, die C klopt gewoon, octetje. Deze O ook nog 2 ongebonden elektronenparen. Gaan we even naar het einde, deze heeft ook nog 2, die heeft er nog hier zo 2 en deze heeft er ook nog, 3. Dus die heeft weer een minlading. En daar ging ik al even aan voorbij. Je ziet bij de opgave ook staan dat het 2 stappen zijn. Dus ik moet bij 2 stappen reactiepeilen. Of aangeven hoe de elektronenparen verplaatsen. Dus hoe wordt deze die? En hoe wordt vervolgens die weer die? Dan gaan we maar eens beginnen. Ik was trouwens hier had ik die OH niet uitgetekend. Dat is wel net aan het doen. Dus ik heb het hier wel gedaan. Goed. Deze is dus allereerst die geworden. Gaan we kijken wat er gebeurt. Even globaal bekijken. Deze OH, waar is hij nou terecht gekomen hier zo? Oh, wacht eens even. CH3C en dan OCH3, dat is dit ding. Dat is die zo. Die dubbelgebonden O hier, dat is deze hier, een enkelgebonden O geworden. En hieronder zit een OH en dat is natuurlijk die OH. En dan zie ik al wat er gebeurt. Dus deze OH is vast gaan plakken aan die C hier. En dit is ook hoe de reactie werkt. Dit is een nucleofiel, heeft een negatieve lading die O, wil snel ergens op aanvallen. Die C is hier delta plus, want dit is een polaire atoombinding, waardoor die C delta plus en O delta min. En daarom wil deze min aanvallen op die delta plus. Dit is het elektrofiel, dus nucleofiel. Hoef je op zich niet te weten, want wij gaan gewoon puzzelen. Oké, als deze aan die bindt, gaan we even kijken. Die O heeft hier 3 ongebonden elektronenpaar, hier heeft hij nog maar 2. Dus dat betekent dat één van deze 3 tussen die C en die O is gaan zitten. En dat doen we
door de beweging van deze aan te geven, dat die naar die C's toe gaan bewegen. Hij is er tussenin gaan zitten zo. En dat is dit streepje hier geworden. Nou, hebben we die gedaan, maar hij is nog niet helemaal oké. Deze ook klopt, twee ongebonden elektronen, paar enkele bindingen, hetzelfde hier zo. Ik heb hem alleen meer als een soort van tetraeder getekend, terwijl dit trigonaal omringen is rond de C. Dus dat hier tetraeder is geworden, oké. Wat nog wel anders is, is natuurlijk deze. Een dubbelgebonden oog, dat is die enkelgebonden oog geworden. Nou, wat is er natuurlijk gebeurd? Deze dubbele binding is enkel geworden, maar waar is dat elektronenpaar dan heen gegaan? Dat is natuurlijk de vraag. Deze oog heeft twee ongebonden elektronenpaar, maar hier heeft hij er drie gekregen. Dus deze binding is doorgeklapt naar die oog. Dus deze binding is hop op die oog gaan zitten als ongebonden elektronenpaar. En dan krijg je dit eruit met een enkele binding. De reden waarom dit gebeurt is vrij logisch, want als deze hierop aanvalt omdat die min wordt aangetrokken door die plus, dan heeft deze C geen octetje meer. Die heeft te veel elektronenpaar om zich heen. En daarom schiet deze, dit een van die twee elektronenparen hier zo door naar die O. En nu heeft alles gewoon lekker weer een octetje en is stabiel. En dat is de reden waarom dat zo gaat. En vervolgens gaat die verder reageren. Want deze gaat zich vervolgens splitsen in deze twee moleculen. Of een molecuul en een ion moet ik zeggen. Nou, gaan we weer even analyseren. Oké, dit ding is dat geworden. Die OCH3, dat is natuurlijk dit deel. Dus dit deel is eraf gegaan. En dan blijft de rest intact, want dan heb je CH3C met een OH. CH3COH, dat is dat. En die dubbelgebonden O, dat is deze weer. Die net al dubbelgebonden was, maar nu enkelgebonden is geworden. Oké, gaan we weer analyseren. Wat is hier nou gebeurd? Nou, bijvoorbeeld eerst even kijken naar die O. Drie ongebonden elektronenparen, enkele binding. Hier heeft hij nog maar twee ongebonden elektronenparen en een dubbele binding. Dus één van die ongebonden elektronenparen is gewoon weer teruggeschoten. Dit is ook wat er gebeurt, want die kunnen constant heen en weer flippen. Dus ik schiet weer even terug daarheen. En hij vormt weer een dubbele binding. Vervolgens denkt hij, ik heb hier geen octetje meer, dat gaat niet zo lekker. Dus ik gooi weer eventjes één van mijn dingen er vanaf. En waar hij blijkbaar nu voor kiest, is dat hij deze veel relaxer vindt om eraf te gooien. Het is namelijk een stabieler ion dan OH-. Daar komt het vandaan. Nou, hoef je niet te weten, wij moeten pijlen zetten. Deze is eraf gegaan. Deze O heeft drie ongebonden elektronenparen hier. Hij had er twee. Dus hij moet ook loskomen. Dus dit elektronenpaar gaat bewegen. En die is dus naar die O gegaan. Dus een pijltje van die op naar die O. En die is dus het ongebonden elektronenpaar daar geworden. En bam. Dit is hoe we het hebben verklaard. Dus die pijlen heb ik gezet hoe die wordt. En die pijlen geven aan hoe dit wordt. En dan is het klaar. Dan hoef je niks meer te doen. Hè? Nou. Dit was hem. Ik hoop dat het een beetje lukt om hiermee die werkbladen te maken. En als we dit begrijpen, dan kunnen we het weer een kleine gradatie moeilijker maken. Maar dat valt wel mee. Het blijft een beetje namelijk het niveau van dit zijn. Ja, veel succes en ik zie jullie in de les alweer.